De staatssecretaris op bezoek bij NS. Met één trein heel Europa door en overal de pot op. Dit is NS Weekly. Hoi, leuk dat je kijkt naar NS Weekly. Zoals je weet zijn de coronamaatregelen versoepeld. En NS en ProRail zijn deze week begonnen met het verwijderen van de coronastickers op het station. Deze week deden ze dat bijvoorbeeld in Vlissingen en Goes. Het gaat dan bijvoorbeeld om de stickers waarop staat anderhalve meter afstand. Uh, mondkapjes dragen op station, rechts houden. Die zijn allemaal niet meer nodig. Die gaan in de vuilnisbak. Het duurt wel even om alle stickers weg te halen. Eind oktober zijn pas de laatste stations aan de beurt om de stickers weg te halen. Er is nog één maatregel die wel blijft gelden, en dat is dat je in de trein een mondkapje draagt. En dan gaan we de pot op, want dat kan namelijk op steeds meer stations in Nederland. NS had als doel om in 2023 90% van alle reizigers... toegang te bieden tot een schoon en modern toilet. En dat hebben we nu al gehaald. Dus nu kan je bijvoorbeeld naar de wc in Tiel, in de Dolder... Boven Karspel of in Alkmaar-Noord. En misschien uh, kom je daar wel eens op die toiletten. Misschien ken je ze wel allemaal en dat willen we natuurlijk even testen. Weet jij welk toilet dit is? Weet jij waar dit toilet is? Laat het dan achter in de comments, maar vergeet niet door te trekken. Dan gaan we naar het Europese jaar van het spoor, dat is dit jaar. En omdat we vieren, rijdt er een speciale Connecting Europe Express door Europa. Uh, die komt aanstaande zondag aan in Amsterdam. En daar rijden ook allemaal hoogwaardigheidsbekleders mee. Zoals de burgemeester van Amsterdam, staatssecretaris Steven van Weijenberg rijdt mee. Onze eigen Marjan Rintel, president-directeur van NS. En de CEO van ProRail, John Voppen. En ja, wat is dan de route van die trein? Die is vier weken geleden vertrokken uit Lissabon. Toen ging hij naar Madrid, Rome, Wenen, Bratislava, Zagreb in Kroatië, Belgrado, Skopje, Athene, Sofia, Boekarest, Budapest, Warschau, Tallinn, Riga, Vilnius, Ljubljana, Praag, Bern, Berlijn, Kopenhagen. Stockholm, Amsterdam, Brussel, Luxemburg en volgende week komt hij aan op zijn eindbestemming Parijs. Het doel van de Connecting Europe Express is om reizen met de trein internationaal te promoten, maar ook om aan de politici te laten zien dat er best wel veel obstakels zijn als je door meerdere landen met de trein reist. En misschien heb je het wel gezien afgelopen week. Sinds vrijdag is er op Rotterdam Centraal, Amsterdam Centraal, Eindhoven Centraal en Arnhem Centraal een expositie te zien. Die heet Art to Go. En die kunstwerken zijn uitgezocht door vier bekende curatoren. Namelijk ontwerper Suzanne Bijl, fotograaf Sascha de Boer, modeduo Spijkers en Spijkers en kunstenaar Piet Hein Eek. Een van de curatoren is dus Sascha de Boer. Die heeft zich ontfermd over Amsterdam Centraal. Zij heeft daar de kunstwerken uitgekozen. En zij heeft haar inspiratie gezocht dicht bij de natuur, dicht bij huis. Want ze kon geen verre reizen maken door het coronavirus. De expositie... In Amsterdam is te zien in de Amstelpassage en op alle stations kun je de kunstwerken bekijken tot eind november. Dan gaan we kijken wat er afgelopen week allemaal is gebeurd. Staatssecretaris Steven van Wijenberg heeft afgelopen week een werkbezoek gebracht aan NS. Hij bezocht onder andere de treinmodernisering in Haarlem en de Eurostar Terminal op Amsterdam Centraal. Wat me vooral is bijgebleven is niet alleen de ongelofelijke liefde van alle mensen hier voor hun werk. Bij de NS en bij ProRail. Maar ook hoeveel er natuurlijk gebeurt achter de schermen waar je als reiziger misschien niet altijd veel weet van hebt. Zo heb ik gekeken bij de modernisering van treinen in Haarlem, de incheckterminal van de Eurostar. Maar ook gesproken met de mensen van de incidentenbestrijding. Zwaar en heftig werk, maar wel hartstikke belangrijk. En tot slot zijn we geëindigd bij een beetje toch het commandocentrum van ProRail en de NS. Waar als er dingen misgaan op het spoor ze snel kunnen ingrijpen. Dan kijken we ook nog even vooruit naar de komende week. Let even op als je op pad gaat tussen Arnhem en Zutphen, Eindhoven en Venlo en Dordrecht en Roosendaal. Daar wordt aan het spoor gewerkt. Dus ga je op pad, check voor vertrek de reisplanner. En dan gaan we naar onze rubriek Hoe is het buiten? En deze week reizen we van Hoorn naar Enkhuizen. Hier vertrekken we vanuit station Hoorn. Dan kom je vervolgens bij Hoorn-Kersenbogert. Dan komen we aan op Hoogkarspel. En daar kan dan de trein de andere kant op passeren. Vervolgens kom je in Bovenkarspel Grote Broek. Misschien herken je het toilet wel. Dit is Bovenkarspel Flora. En dan, vlak voordat we bij Enkhuizen aankomen, kun je de bootjes al zien liggen op het IJsselmeer aan de rechterkant. En vervolgens komen we op het eindpunt. Dit was NS Weekly voor deze week. Tot de volgende! Hoi!